Goedenavond en welkom bij de Po Nieuwsflits. Met vanavond onder meer aandacht voor de kom uit de kastdag en gaan we jagen binnen de bebouwde kom. Maar we beginnen in Den Haag, want minister Dijsselbloem heeft geen zin de komende 4 jaar in de oppositiebankjes te gaan zitten. De PvdA houdt het kortom voor gezien. U gaat nu weg. U laat het ook wel gewoon achter. U laat ze ook in de steek. Ja, maar in de politiek is het niet zo moeilijk als het moment van vertrek plannen. Dat blijkt maar weer eens. Schrok u daarvan? Ik zal hem zeer missen. Ja, ik was heel blij dat hij in de fractie is gaan zitten. Het is wel heel gek. Je staat op de lijst. Je krijgt, 50.000 voorkeurstemmen. Ja, dan moet je gewoon in die kamer gaan zitten natuurlijk. En toch wel in ieder geval de intentie hebben om die 4 jaar vol te maken. Verbaast het jou dat Jeroen Dijsselbloem ermee stopt? Dat had ik al eerder al voorspeld. Ja, waarom? Hoe wist je dat? Ja, kijk, hij heeft nu een internationale functie. Hij heeft goed geslijmd bij de internationale krachten. Hij zal ergens al gehoord hebben van dat hij ergens een baantje krijgt. Heeft hij al een baantje, dan weet u dat, in Europa iets? Ik weet van niks. Ja, dus? Nee, ik weet van niks. Is het een goed moment? Nee. Is het het allerfraaiste moment? Nee. Maar het is wel hoe ik het voel. Straks op het andere net te zien, de documentaire over Geert Wilders. Wat Jesse Klaver dus niet lukte, lukt nu wel de PVV-voorman. Zendtijd bij de NPO. Ik begreep dat uw documentaire bij de NPO wordt uitgezonden. Bent u dan mee akkoord gegaan? Is dat schoorvoetend gegaan? Ik ga er niet over. Hè. Je hebt een documentairemaker die maakt een documentaire en die verkoopt dat commercieel. En... Heeft u daar helemaal niks in te zeggen? Nee, helemaal niks. Ik heb de rechten niet. Ik heb niets. Nee, ik heb meegewerkt aan het documentaire. Voor een deel. Voor wat betreft de interviews met mij. En voor het overige heeft hij ze verkocht in binnen- en buitenland. Het komt in verschillende landen op televisie. En niet alleen ga ik daar niet over. Ik krijg er ook geen cent voor, helaas. En dat is, gaat verder buiten mij om. Het is vandaag zogenaamde Coming Out Day. Het moment voor homo's, lesbiennes, biseksuelen en transgenders om openlijk uit te komen voor hun seksuele voorkeur. Reden voor de JOVD, zeg maar de VVD Light, om in het centrum van Den Haag een roze kast neer te zetten. Wij zijn heel streng op dat je, als je bijvoorbeeld in Nederland bent, dat je Nederlandse normen en waarden moet accepteren. En Nederlandse normen en waarden zijn gewoon dat vrouwen gelijk zijn, dat mannen gelijk zijn, dat het niet uitmaakt op wie je valt. En daar zijn we ook in onze standpunten altijd heel duidelijk over. Vind je het storend als homo's of lesbisch hand in hand of kussend over straat lopen? Als ik 2 jongens daar zie zoenen of zoiets, dan denk ik, dan loop ik liever door dan dat ik... Maar ik heb er niks tegen. Ik heb er niks tegen. Voor mij mogen ze lekker hun ding doen. En als ze hand in hand willen lopen, moeten ze het doen. Het is een vrije land. Ik vind het niet storend, maar het heeft wel gewoon grenzen. Zeg maar. Het hoeft niet te opvallend te zijn of te veel aandacht te trekken of wat dan ook. Ben je zelf hetero? Nee, ik ben zelf val ik op mannen, dus daar doe ik ook niet moeilijk over. Dus jij bent uit de kast? Ik ben, ja, zeker. Dus ik laat me ook zeker in die kast. Je hoeft er niet meer in te doen. Dat gaat helemaal goed komen. Dat klopt, maar dat... Dus deze boodschap vind ik eigenlijk persoonlijk ook nog even een persoonlijk tintje. Over 6 maanden mogen we weer naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dat lijkt ver weg, maar niet voor Richard de Mos. En dus trapte de voorman van Groep de Mos gisteravond al zijn verkiezingscampagne af. Hier is Richard de Mos! Je wordt een soort onthaald als een superster. Het is heel fijn dat mensen vertrouwen in me hebben, maar het is natuurlijk aan ons om het ook te bewijzen. Kwam u nou voor Richard de Mos? Helemaal niet. Kom voor de mooie dames. Want die lopen er hier genoeg rond. U kwam toch hier? Ik dacht dat u zei dat u voor Groep de Mos kwam vanavond. Ja, natuurlijk. Daar ben ik ook lid van. Maar dat is niet deze ondergeschikt. Als ouderen moet je wat, hè? En dan pak je alles wat je krijgen kan natuurlijk. Qua gezelligheid. Hoeveel zetels willen jullie halen 21 maart? Nou ja, 10 plus. Ik bedoel, dat kan gewoon. De vibe is in de stad. Denkt u dat dat een optimistisch getal is of gaat dat lukken? Veel te optimistisch gaat absoluut niet lukken. Nee hoor, helemaal niet. Nee. Het Noord-Hollandse Westerland is in de greep van een heuse konijnenplaag. En dus zijn nu jagers ingezet. In korte tijd werden al zo'n 150 konijnen afgeschoten. Maar het probleem is zo groot dat nu ook binnen de bebouwde kom op de dieren mag worden gejaagd. Hoeveel konijnen heeft u al te pakken gehad? Nou, we zijn nu iets meer dan een maand bezig. En we zitten nu rond de 100 konijnen. Daar ging er een, die zat net om de hoek. Zijn we net te laat? Kijk, hier heb je ook een gat. Een konijnenhol gat hier al. En een beetje knallen in zo'n gat, dat heeft geen zin. Nee. Ze zijn een beetje camera-schuw. Nou ja, als ze denken van het is niet pluis, dan ben ze gauw genoeg weg. Is toch hopen dat we er nog eentje gaan vinden? Ja, daar komt er één uit. We zullen even kijken of we een schot plaatsen kunnen.
schrik je een ongeluk. Helaas. En het schot zat er niet op. En volgende keer beter. Ja, dat ene konijn. Wat we dan zien, missen we ja, ook nog. Ja, 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 maar dat krijg je dan. Hè. Ik bedoel, het zit al niet mee. Blijft het Westerland toch onveilig? Daar moet je me wel op rekenen. Ooit was Henk Kuipers bodyguard van Bill Clinton. Tegenwoordig is hij eindbaas van No Surrender. Volgens justitie de meest criminele motorclub van ons land. Wij liepen een half jaar met hem mee. No Surrender dus, van binnenuit, met Captain Henk in de hoofdrol. Vanaf morgen, tot einde van het jaar. Iedere donderdagmiddag een verse aflevering om 1600 uur op poon.tv. Dat was hem alweer. Voor de volledige video's ga je natuurlijk naar poon.tv. Ik wens u nog een hele mooie avond en tot morgen.